Het oogt zo gezellig. Zaterdag overdag en er is iets te vieren in Elburg. Het is sleepbotendag. Niks aan de hand, behalve dat het regent. Maar schijn bedriegt. 'S Nachts is het hier namelijk niet zo leuk. Dan sluit de lokale kroeg om 3 uur en is een ruit zo ingekegeld. Als dat een keer gebeurt, alla. Maar wekelijks, maandenlang, bewoners slapen niet of slecht. Als je hier als bewoner woont, is het echt heel onveilig. Het is je eigen leefgebied waar je kinderen wonen, waar je kinderen zijn. Dat is echt heel bedreigend voor heel veel mensen. En ondernemers willen zich wapenen tegen de vandalen. Ondernemers ervaren heel veel overlast omdat er ruiten ingeslagen worden, omdat er bloemenbakken worden omgegooid, omdat er gewoon toch wel veel agressie en geweld is. En ja, daar zit je als ondernemer niet op te wachten. En dit is een hele vervelende situatie. De burgemeester vindt dat het niet zo'n vaart loopt. De meldingen ontstijgt het niveau baldadigheid nu eenmaal niet. In een kleine compacte stad als Elburg is, dat op het moment dat men iemand begint te schreeuwen, dat het veel luider klinkt dan in het open weidegebied bij het Harde, waar ook een discotheek is. Dat is natuurlijk een probleem van de snauwe binnenstad. Het lijkt heel snel het nodige aan de hand te zijn, terwijl dat over het algemeen nog wel meevalt. Ondernemers zijn bang en willen niet in beeld. Elburg zucht al heel lang onder soms vergaande baldadigheid. Zo werden een maand geleden meerdere kerkdeuren beklad. De burgemeester verwacht dat het allemaal vanzelf wel overgaat. De winkeliers en inwoners van Elburg hopen alleen maar dat het niet een wekelijks weekend Wild West wordt.